Curator Kees de Jong, u heeft vandaag gesproken op het tweede Automotive Dealer Seminar. De vraag die hier bij de meeste mensen toch vooral heerst is, hoe staat het met het Kooijmans faillissement? Nou, we zijn nu aan de verdelingsvraagstukken toegekomen. Eigenlijk alle auto's die we hadden, die zijn wel verkocht. En we hebben nu heel veel geld op een bankrekening of verschillende bankrekeningen staan. En dat moeten we gaan verdelen. En moeten we alle voorrechten en eigendomsposities zien te onderkennen. Er zijn heel veel partijen die aanspraken maken op het geld. En daar moeten wij een verdelingssleutel voor zien vast te stellen. Er zijn twee bedrijven uit Kooijmans gehaald vlak voor het faillissement. Daarover heeft u een Pauliana ingesteld. U wilt dat de deal teruggedraaid wordt. Hoe staat het daarmee? Nou, daar procederen we over. Maar die procedure is in eind 2009 aangevangen. Maar die is nog steeds in de beginfase. Omdat we van het ene incident naar het andere lopen. Omdat allerlei partijen zich in die procedure willen mengen. Dat kan lang duren, die procedure. Maar het zou kunnen zijn dat we hem volgend jaar zouden kunnen eindigen als we een goede schikking kunnen bereiken. Als het gaat om de persoonlijke aansprakelijkheden van de diverse Kooijmans bestuurders, wat kunnen we op dat vlak nog verwachten? Nou, dat is nog in onderzoek. We moeten iedereen eerst goed interviewen. We moeten goed kijken, omdat een aansprakelijkheid heeft vergaande consequenties. Dus moeten we voorzichtig mee omgaan. Dus als wij als curatoren van Kooijmans vinden dat iemand voor een bestuurdersaansprakelijkheid in aanmerking komt, moeten we ook echt wel zeker van onze zaak zijn. Dus wij gaan niet over één nacht ijs. En we zijn met dat onderzoek zijn we nog bezig. Maar zijn er bestuurders die beter allemaal slecht kunnen gaan slapen? Nee, ik kan daar nog helemaal niks over zeggen. En dat ga ik ook niet doen ook. Helder. Goed, u bent naast curator ook gewoon advocaat bij het kantoor van Bentham en Keulen. Doet u meer automotive zaken? Ja, we hebben een branch team automotive. En we hebben een aantal grote autobedrijven als cliënt. En dan denken we natuurlijk mee. En mijn kennis in het faillissement Kooijmans is daar natuurlijk ook een welkome input bij. Dus wij weten wel wat van auto's af, ja. Wat heeft u bijvoorbeeld uit het Kooijmans faillissement geleerd wat u graag aan uw klanten meegeeft, uw dealerklanten? Kijk of de theorie die je hebt meegekregen in de praktijk ook echt goed is uitgevoerd. Klinkt simpel, maar er zijn altijd verschillen. En uiteindelijk, de theorie wordt in de praktijk beoordeeld aan de praktijk. Oké, en dat betekent? Dat betekent dat je er niet klaar bent door een goede draaiboeken te hebben, door een goede theorie te hebben, door technisch het allemaal voor elkaar te hebben. Maar je moet ook controleren of wat je wil ook daadwerkelijk in je organisatie wordt uitgevoerd. Want daar word je uiteindelijk op beoordeeld. Niet hoe je het had willen hebben, maar hoe het daadwerkelijk is gegaan. U heeft hier uw presentatie met allerlei dealers gesproken. Hoe denkt u dat zij over het algemeen hun zaken voor elkaar hebben? Nou, daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar mijn ervaring, ik heb heel wat jaar en ben ik nu advocaat. En ik denk dat er overal wel verbeterpunten zullen zijn. Bij de een meer dan bij de ander. Maar ik kan zo niet aan iemands neus zien of daar veel te verbeteren valt. Maar ik denk wel dat het de moeite loont om eens na te denken over hoe processen in een organisatie worden uitgevoerd. En of de praktijk en de theorie wel gelijk loopt. Want dat maakt het verschil. Tot slot, er zitten veel dealers in de zaal die veel met Kooijmans te maken gehad hebben. Heeft u hier nog wat deals kunnen sluiten? Nee, ik heb geen deals kunnen sluiten. We hebben wel over een paar zaken gepraat. En dat neem ik mee in de verdere behandeling. Dank u wel. Graag gedaan.